Hey guys, I am in Bangladesh right now. Ik doe een wereldtour, snap je? Ik ben even op wereldreis, boys. Alles gaat goed in mijn level, make a big wap. Hoor ik, we gaan aan deze video dat jullie even zeggen dan. Sorry, hear me? Ik ben zwaar opgeslaafd. Neem mij niet als voorbeeld in deze video. Luister goed naar wat ik zeg, maar don't try this at home. I'm not home. I'm in Bangladesh, gonna enjoy the sun. Woo! Boys, it's actually hot, you hear me? iPhone XS Max. Ik heb mijn telefoon kapot gemaakt op nieuwjaar, dus. Boys, Apple MacBook Pro 13.3. Die is spank! iMac 21.5. iPhone XR. Get ready. Gif. $50 Apple case. Fucking scum! This ain't gonna work. Come on! Haters are gonna say that it's fake. Hallo, welkom bij deze tweede video van 2019. Het is januari en ik ben al meer aan het uploaden in december. Ik hoop dat jullie een leuk oude jaar hebben gehad. Ik zie dat de views niet gedaald zijn, dus er zijn waarschijnlijk geen mensen dood gegaan met oude jaar. Alle video's uit december, of toch bijna allemaal, waren monetized. We did great. That's actually very nice, because I earned a lot of money. En wat gaan we daarmee doen? Sparen, want... Bedankt om te kijken naar mijn video's. Ik hoop dat ze niet kankerslecht waren. Thanks. Heel veel grote YouTubers promoten goksites. Mystery Brand, Drake Mall. En de ene goksite ziet er nog slechter uit dan de andere. Want dit zijn echt gewoon goksites met echte dingen. Niet met CSGO skins of andere online pixel shit. Nee, echt gewoon real stuff. iPhones en shit. En de ene ziet er nog slechter uit dan de andere. Want ze komen allemaal op hetzelfde neer. Je betaalt 5 euro om een prijs te kunnen winnen van 35 cent. Het ergste is dan nog dat deze sites het kermis ding hebben, maar ook gewoon dropship. Het is dubbele scam. Je denkt toch niet dat deze mensen gaan riskeren om verlies te maken, joh. Als dat toch gebeurt, dan bannen ze je van deze site. Reisgum en Jake Paul hadden very epic YouTube campagne video's gemaakt over deze site. Bruh. Why do I... En je bent niks. All stars, oké? Okay? Let's keep going at it. Why not? Zo hebben ze alle twee op deze site zieke dingen gewonnen. Op deze site kan je de top zien. Dat zijn de mensen die het meeste geld hebben gewonnen van iedereen. Het ding is, Reisgum heeft een handtas gewonnen van Chanel die 10.000 euro waard is. De top Victor heeft 6.600 euro gewonnen. Reisgum heeft veel meer gewonnen. Zie je niet staan in de top Victors? Let me explain. Terwijl die CSGO Lotto shit bezig was, ben ik ook gecontacteerd door een CSGO goksite. Ik weet niet waarom. Ik weet dat ik een gamer ben, maar ze waren naar mij gekomen om te vragen van, yo, wil je ook een video maken op onze site? Ze hadden wel een mooi aanbod. Snap je? Ik kreeg daar veel geld voor. Ik dacht van, maybe I should. Dus ik zag van, ja, oké, okay, is goed. Let's fucking do this. Toen kwamen de instructies voor wat ik moest doen voor een video. En toen dacht ik, that's actually sketchy as fuck. Ik wake jullie elke video op, maar in deze video, I'm gonna wait. Geen één frame in Reisgum zijn video, waar hij echt gewoon die doos aan het open doen is, ga je ooit de URL zien van zijn internet. Nooit. Dat is bij elke gesponsorde video van deze website. Bij Jake Paul exact hetzelfde. Net onder de URL is alles weggeknipt, maar hij staat gewoon bij zijn laptop en dan zie je niks. Ik zit deze honden dat dat lelijk is. We zijn niet geïnteresseerd in de URL, what the fuck. Kijk, als jullie mijn eigen gesponsorde video kunnen vinden van of CSGO of zo mystery brand shit, waarin je de URL ziet van iemand die veel wint en het is gesponsord, dan geef ik jou een heel groot cadeau. Je gaat dat nooit winnen. Om niet tot het punt te komen. Toen ik dus die samenwerking aan het doen was met die CSGO goksite, je krijgt een speciale URL van een box die niet bestaat. Die wel bestaat, maar die je niet kan vinden als je gewoon op een site zou zitten. Als jij dan die video gaat opnemen, dan doe jij een doos op waar de drop rates van de goede dingen al fucking hoog zijn. Doe eigenlijk gewoon fake shit open, man. Je doet gewoon niet dezelfde doos open als andere mensen. Jij doet een speciale doos open die andere mensen niet kunnen open doen. Dat is het gewoon. Het is een big scam. Ze werken samen met mensen en dan geven ze veel geld en dan krijg jij alles. Maar iedereen die video kijkt, denkt dan van, let me get a fucking iPhone. It's pretty juicy, actually. Ga je zelf op de site en dan heb je door dat je alleen maar fucking icicles kan winnen. Ik wist niet wat dit was, maar er is een stalactiet. Kan er mij iemand uitleggen hoe de fuck je dit opgestuurd krijgt naar je huis als je dit wint? Stel, je bent dan toch zo de lucky guy die een of andere manier vindt om deze site te glitchen en veel geld te winnen. Zoals deze guy, Reckless Gaming, die bijna $4000 gewonnen had. En die allemaal mooie dingen had gewonnen. Ik zie hier Presto staan, ik zie hier die Jordan staan. Misschien is deze site wel legit. Ik vind zijn hele YouTube channel. Wat is zijn eerste video? Mystery Brand disabled my account. De guy die in de top 3 staat van mensen die het meeste geld hebben gewonnen op deze site. Zijn account is gewoon gedisabled.
enabled. Ja, mijn simpele formule eigenlijk gewoon. Heel die site gebypast, omdat er fucking veel fouten in zitten. En dan hebben ze zijn account gewoon geterminate. En heeft ook nooit iets gekregen van alles wat je gewonnen had. Ik heb nooit iets van al deze dingen gehad. Gekke site. Het volgende wat ook echt ziek is hieraan, is eigenlijk al het beste. Op CSGO gok sites kon je altijd procenten zien van hoeveel kans je had om dit te winnen. Weet je wat het ding is van procent? Je moet altijd 100 uitkomen, man. Pourcent, Frans, voor op 100. Alle dingen die hier staan, zouden samen dan naar 100% moeten komen, want zo werkt het gokken. Dus er stonden dan op een bepaald moment procenten bij op deze site, die gepromoot werd door echt fucking veel YouTubers. Dat had ik opgeteld aan hoeveel je kwam als je de dingen bij elkaar zette. Het ding dat ik gecheckt, dat was de NMD High Chances box voor $250. Het ding van deze doos in mijn ogen was, je kan niet echt iets slecht krijgen. Het slechtste wat je kan krijgen is deze Adidas NMD. Ik weet niet precies hoeveel die is, ik denk 120 of zo, of 125. Deze dingen zijn onbetaalbaar, ik fok niet met deze schoenen, maar deze doos was in mijn ogen misschien wel degene waar je het meeste kans hebt om iets daftig te winnen. Zoals je ziet, ze hebben het weggedaan. Je kan niet meer zien hoeveel procent kans je hebt om te winnen, want ik heb gelukkig wel een screenshot gemaakt. De bovenste dingen waren bijna allemaal gewoon 0.2%, dus echt gewoon bijna niks. Je weet dat Ricegum een paar keer zo lucky was dat hij... Hey, keep going at it, why not? Snap je? De onderste dingen. Laat me even de rekenmachine nemen. De Classic NMD was 37%. Plus 34. Plus 14. Plus 14. Dan zit ik al aan 99 en ik heb alleen nog van de onderste 4 dingen gedaan. Die is nice. Plus 8. Yo, deze site is zo goed. Ze hebben gewoon random getallen erbij gezet. Ik denk niet echt dat er een kans is dat je een van deze dingen wint. Ik denk, stel je wint deze Classic NMD's. Dan heb je €250 betaald voor je NMD's. Op deze site moet je ook nog een €60 shipping betalen voor je product. €60 shipping voor schoenen. Dan maakt deze site al bijna €60 wat je al gewoon omdat je gespeeld hebt. En dan denk je even, oké, ik heb schoenen gewonnen. Je moet €60 betalen. Plus dan nog een keer je importkost, want het komt waarschijnlijk uit China. Uiteindelijk heb je dan bijna €300-400 betaald voor schoenen dat je gewoon voor €250 had kunnen kopen. De kans dat je die andere wint, dat kan niet, denk ik. Mijn eerste idee op deze site was dus om een video te maken waarin ik zelf een beetje ging proberen. Het probleem is dat ik echt verslaafd ben aan van deze dingen. Ik heb nooit echt CSGO gespeeld en ik heb wel eens een paar knives gekocht gewoon om te kunnen gokken. Ik ga nooit naar de casino gaan en zo, en dat komt niet goed. Ook al staan er hier echt wat dingen bij waarvan ik dacht, wait, deze Philo, Nike, Air Force, die zijn 3000 of zo. De allereerste Off-White Prestos. Het ding is, je betaalt $100. De enige dingen waar jij kans op gaat maken zijn deze All-Stars. Of deze All-Stars. Of deze Old School Vans. Die je ook gewoon voor €50 kan kopen in de Brantano. Ik heb nog altijd echt heel veel zin om gewoon één keer te proberen. Ah, fuck. Het is echt een heel dom idee, snap je? Misschien moet ik gewoon €50. Kijk, ik support dit echt niet. Ik doe dit in de naam van de wetenschap. Ja? Ik ga het niet eens op Mystery Box doen, ik kies wel een andere site. Zoals mijn favoriete YouTuber, Jake Paul. Hij opent dus een doos. Kijk, je ziet duidelijk dat het paars is, toch? Boom! Rot! Oké. Who's 350 semi-frozen, yellow? What the? Look at that, baby. Look at that. Nee, dat is cheesy. Het is al een scam. Ik kan het hem rekken dat je iPhone heeft gewonnen. Hoezo? Doe dat niet na. Ik doe het om te zorgen dat jullie het niet doen. Het is dan €65. Omdat ik 21% BTW moet betalen. Hey, I love Belgium so much. Boys. We doen één fucking Apple case op. Je kan een kabel. Deze kabel. Ik ben ook verslaafd. Dit is de enige keer dat ik dit ga doen. Ik ga dit nooit meer doen. Ik gooi die tactical refreshes. Dat moet je doen. Moet je altijd doen. Waarschijnlijk wordt het geen iPhone. Maar als ik een iPhone win... Kom! Hey. That's actually not that bad. Ja, en hier verkoop ik dus mijn item. Omdat ik dacht van, hey, dan kan ik nog een keer. Ha. En daarom mag ik niet op deze sites komen. Ik heb winst gemaakt. Wat? Hè? Hè? Nu kunnen we wel andere stomme cases open doen. Oké, we beginnen met... Hey. What do we get, man? What are you giving us? This is absolute shit. Dit is niet goed. Mijn hart... Oké, fuck dit. Small little iPhone, you know what I want? You know what I want? The iPhone, man. Give me that. Give. We want the iPhone. Give me the fucking iPhone. We were close, we were actually real. Kijk. Yeah. Huh.
De CSGO? God, deze sites, man. Dit was het geld volledig waard, want ik vind het leuk, man. Ik ben er weer klaar mee, ja. Ik heb hier geen zin meer in. We hebben nog genoeg voor de wow-case. Oh! Oh, wow, yo. We waren eigenlijk wel close bij die Xbox One, maar... Die sites are rigged! Dus nu ben ik broke. En... Ik moet hier echt mee stoppen. Ik voel mijn hart zo weer kloppen zoals vroeger bij CSGO. Got him! Guess we had some fun, actually. Zo werkt het dus op deze site, snap je? Je wint de dure oplader, je maakt een beetje profit. Je denkt van, hey, ik ga het nieuw en dan verlies je alles. Ik had geen nieuwe oplader nodig. Ik heb net een nieuwe gekocht. This shit is rigged as fuck. Hey boys, bedankt om te kijken naar deze video. My name is Nate. I want to thank y'all for watching this video. See you guys next time. Ik haat dit soort sites. Ik ben geld verloren. Waag het je niet om iets te doen op deze site, son. Je kan niet winnen. Deze is het juist. Dit is gewoon kermis-scam. Niet zelf als die CSGO shit. Dit is gewoon scam. So don't do it. I waste like 50 euros on proving that it's fake. So don't do it. Bye. Hello. Rick de Sempra. Abadakadabra. Sempet Socia. Abadakadabra. Sempet Socia. Stupai. Abadakadabra.